Komende zondag vervolgt FC Groningen de competitie met een thuiswedstrijd tegen koploper PSV. Vorige week speelde FC Groningen in een oefenwedstrijd teleurstellend met 2-2 gelijk tegen zondag hoofdklasse Bikwik. En daar werd binnen de selectie nog wel even over nagesproken. We hebben er duidelijk over gesproken en deze week is er tot nu toe uitstekend gewerkt. En we gaan met veel vertrouwen richting PSV. Dus het gevoel is goed? Ja, het gevoel is zeker goed. Absoluut. Dus, Hoe merk je dat? Ja, dat merk je aan de manier hoe er getraind wordt. De scherpte. We hebben ook veel ingezet op partijen met kort dekken, scherp zijn in de duels. Ja, dan zie je dat de beleving uitstekend is. De beleving zal zondag ook goed moeten zijn bij Hans Hatenboer. Want hij krijgt te maken met Memphis Depay, een van de beste spelers uit de Eredivisie. Ja, klopt, dat is waarschijnlijk mijn directe tegenstander. Ja, goede speler natuurlijk. WK gespeeld, belangrijk voor PSV. Dus moet ik... Laten zien dat ik hem ook aan kan. Ja. Bereid je je daar ook extra op voor? Bijvoorbeeld beelden bekijken, hoe hij speelt, hoe hij beweegt, welke acties hij maakt? Ja, natuurlijk. Ik kijk wel altijd de wedstrijden van PSV. Ik kijk wel in de samenvatting. Dan zie je wel gewoon een beetje wat hij wil en wat zijn sterke punten zijn. Ja, ik denk dat iedereen zijn sterke punten weet hij wel. Want het is natuurlijk een goede speler. Dus ja, ik moet me gewoon goed op voorbereiden op hem. En om daar tegen te wapenen om hem geen kans te geven. Ik verwacht een goede tegenstander. Ze zijn niet voor niks koplopers. Ze hebben de meeste kwaliteit van de Nederlandse ploegen. Maar dat zegt mij niet zoveel. Want wij kunnen hier van iedereen winnen. En dus ook van PSV. En dat wordt geen gemakkelijke opgave. Maar dat wordt voor PSV ook zeker geen gemakkelijke opgave. Want vorig seizoen wonnen jullie 2 keer van PSV. Ja. Dus wat dat betreft zijn ze gewaarschuwd. We hebben uit daar ook laten zien dat we gewoon van PSV kunnen winnen. En dat was de eerste keer in de historie dat we daar wonnen. Wij moeten gewoon brengen wat we kunnen brengen. En wij moeten gewoon met heel veel overtuiging spelen. Laten zien wat we kunnen. We kunnen zoveel. Alleen we laten het helaas niet altijd zien. En dat is heel jammer. Zondag moet FC Groningen het wel laten zien tegen PSV. En dus heeft Van der Looy zijn selectie deze week opnieuw gewezen op de kwaliteiten die er wel zijn, maar er niet altijd uitkomen. Waar we extra de nadruk op hebben gelegd is toch op het tekort zitten op het middenveld. Echt veld dekken, doordekken, erbovenop blijven zitten, niet te makkelijk je man laten lopen, al dat soort dingen. En dat zijn allemaal standaard dingen, maar daar leg je nog een keer de nadruk op, daar heb je nog een keer met elkaar over. Dan laat je nog een keer beelden zien van PSV, wat ze goed kunnen, wat ze minder goed kunnen. Dus al met al levert dat gewoon een goed gevoel op met elkaar. We moeten gewoon zondag weer laten zien en zondag gewoon allemaal ballen uit de broek lopen. En erop en erover. Mooie uitdrukking, ballen uit de broek lopen. Ja, precies.